De Hakering Bank, de Surinaamse Bank, de Republic Bank, Godo en de Surinaamse Bank hebben hun deuren gesloten. Aanleiding van de actie is de afkondiging van de omstreden wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. De vakbond van de Hakering Bank is begonnen met de actie. De directie ging toen ook in actie en daarna namen de andere banken over. De voorzitter van de bond bij de Hakering Bank, Guno Kastelen, zegt dat de banken eisen dat de wet wordt teruggedraaid, omdat deze een negatieve impact op het bankwezen zal hebben. De doctrine leert ons, ten aanzien van staatsrecht, dat het macht bij de macht bij het volk ligt. En dat wanneer besturen overheden slechte wetten maken, dan hoeft de burgerij die wetten niet te respecteren. Dus we hebben daarom besloten om totaal lam te leggen, om druk uit te oefenen op de regering. Het is een legale grondwettelijke recht van werkers om te staken. En we zeggen we willen druk uitoefenen, niet in dit geval om loonsverhogingen. We hebben interne oorzaken die ons zouden kunnen lopen tot actie, maar we hebben gezegd we gaan niet in actie. Maar deze externe factor waarbij die wet tot stand is gekomen, tegen alle regels en procedures in, tegen het belang van de burgers, in burgers verarmen, hebben we gezegd, we sluiten die tent. En we hebben dat gerapporteerd aan C47 en we hebben de bank ook aangegeven dat wij tot nader orde plat gaan. Kastelen zegt dat samen met C47 zal worden nagegaan hoe meer vorm gegeven kan worden aan de actie. Hij benadrukt dat de actie nodig is om te voorkomen dat de Surinaamse munt nog meer ontwaart. Ja, dus daarom, wat wij verwachten is dat die wet niet wordt afgekondigd. Maar het hoofddoel van deze actie is om ervoor zorg te dragen dat het parlement bijeenkomt. Want straks gaan ze op reces, dus dit is het moment om het te doen. Voor ze op reces gaan en dat ze in een spoedvergadering bijeenkomen om deze wet in te trekken. De wet die ze moeten amenderen, en dat is de wet geldtransactiekantoren, dat ze die wet gaan amenderen en die wet in de plaats brengen. We willen geen situaties hebben waarbij straks onze guldens dwarrelen op straat als zwerfvuil, toch? Omdat ze gewoon ontwaard zijn. We willen een situatie van een stabiele financiële sector, waardoor de arbeidsplaatsen van onze leden en alle anderen die werken in de financiële sector zijn veilig gesteld. En als de assemblee niet bijeenkomt, wat dan? Dus we zijn, actieparool is total lockdown, zodat de regering op een correcte wijze aan tafel gaat om de amendementen te plegen die moeten worden gepleegd. Om ons land, onze economie, onze financiële sector op de juiste spoor te krijgen. Dat was Guno Kastelen, voorzitter van de vakbond bij de Hakering Bank. De particuliere banken hebben vandaag uit protest tegen de omstreden wet controle valutaverkeer en transactiekantoren de deuren gesloten.